Dank u wel, voorzitter. Onze voedsel- en bloemenmakers zijn hoog opgeleid. Het zijn geen nitwits die lollig in het rond spuiten met gif. En dat kan niet eens, want boeren en tuinders moeten spuitlicenties hebben, moeten regelmatig verplicht op cursus. Ze moeten alles weten over dosis en werkzame stoffen. Heel anders dus dan voor ons, de burgers, wij, die wel op zaterdag onze huizen en tuinen kunnen volsprayen met pesticiden zonder te weten wat de precieze werking is van die middelen. Los van de kennis die boeren moeten hebben over gewasbeschermingsmiddelen, hebben we deze middelen nodig voor onze voedselproductie. In Noordwest-Europa is er sinds de komst van gewasbeschermingsmiddelen nooit meer een hongersnood geweest vanwege plagen of ziektes of insectenplagen. Dat kwam wel voor in de Ottensientijd. Hongersnoden vanwege plagen. De tijd waar sommige Kamerleden en heel veel burgers naar terugverlangen en romantiseren, want alles was onbespoten. Nou, zo romantisch was het allemaal niet, want er was veel sterfte op jonge leeftijd door ondervoeding, veroorzaakt door misoogsten en dus voedselgebrek. Natuurlijk moeten we in de landbouw goed kijken naar de werking en het gebruik van middelen en de effecten ervan op natuur, mens, voedsel en omgeving. Niemand bestrijdt dit, maar informeer Nederland objectief en feitelijk zonder bangmakerij en polarisatie. Stop met het opzetten van burgers en boeren tegen elkaar. Wij dienen dan de volgende motie in. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gewasbescherming een van de beleidsterreinen is waar polarisatie van het maatschappelijk debat over de landbouw het sterkst aanwezig is. Constaterende dat een brede coalitie van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties knetterhard werkt aan een transitie op het gebied van gewasbescherming aan de hand van het uitvoeringsprogramma behorend bij de toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Constateren dat deze complexe opgave steun verdient van partijen vanuit de bredere samenleving, ook van partijen die niet rechtstreeks bij dit uitvoeringsprogramma zijn betrokken. Constaterende dat de polarisatie van het maatschappelijk debat leidt tot ondermijning van het draagvlak voor investering en inzet voor deze transitie, verzoekt het kabinet scherp te zijn op polarisatie en valse framing op het gebied van gewasbescherming. En om zich actief in te zetten om de maatschappij goed en gestaafd met feiten en cijfers te informeren over de voor- en nadelen van gewasbeschermingsmiddelen en daarmee het draagvlak te creëren voor het uitvoeringsprogramma. Voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Een vraag nog van mevrouw Brommet. Ja, voorzitter. Ik heb een vraag. Wat betekent het eigenlijk dat het kabinet polarisatie tegen moet gaan? Betekent dat dat het kabinet tegen bepaalde partijen moet gaan zeggen dat ze het woord gif niet meer mogen gebruiken? Mogen. Ik zeg niet dat er een verbod moet komen op het woord, want we hebben vrijheid van meningsuiting in Nederland. Ik vind het wel dat bijvoorbeeld vanuit de ministeries of op de websites, of als hier constant met het woord gif wordt rondgestrooid, dus letterlijk hier wel rondgestrooid, dat de minister daar best eens iets over mag zeggen. En los daarvan, ik heb op websites en in documenten van het ministerie ook wel eens het woord landbouwgif gezien. En ik zou graag willen dat het ministerie dat niet doet, want we hebben het over gewasbeschermingsmiddelen. Misschien nog wel over bestrijdingsmiddelen als er bestreden moet worden. Maar hier wordt vaak gedaan alsof er maar wat rond wordt gestrooid met gif. En alsof iedereen maar er ziek van wordt en dood aangaat. Natuurlijk is het zo dat je goed moet kijken naar de werking van de middelen. Maar ik denk dat het gros van Nederland denkt dat de boeren eigenlijk zomaar wat doen op die akkers. Ja. Afrondend, heel kort. Nee, ik heb er niets op te zeggen. Oh, dat mag ook. Nee? Nou, oké, dat is dan duidelijk. Dat was het termijn.